in Funnick's Food kook ik met mensen uit de scene. Hun favoriete gerecht uit eigen keuken. Een reis van Suriname naar Turkije. Van Ghana naar Marokko. En dat allemaal in een keuken in Nederland. Hij is een van de bekendste vloggers van Nederland. Zijn dieet bestaat uit energiedrankjes, gefrituurde snacks en yogidrink. Youssef heeft nog nooit zelf gekookt. Oh my god. Ik ben blij dat je er bent. Yes, dankjewel dat ik hier mag komen. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er wel zin in. Vind je het spannend? Nee, dat niet. Niet liegen, niet, kom op, het jongen. Is niet spannend, maar ik denk wel van, hoe gaat het zo meteen verlopen? Dat denk ik wel. Oké, ik ga even iets voor je pakken. Je krijgt eerst deze van mij. Deze. Voor dit kan je me echt in de ochtend vroeg wakker maken, is geen probleem. Hoe heet dit? Driehoekkoek. Ik ben erg niet. Nee, maar het is wel typisch Marokkaans, toch? Mm. Briouet. Ik zeg het goed, briouet. Ja. Nou, dat is lekker. Mm. Maar ik heb wel iets nodig om erbij te drinken. Ja! Yogi! Yogi! Oké, maar alle gekheid op een stokkie. Wat ga jij voor mij koken? We gaan soep maken, maar we gaan niet zomaar soep maken, we gaan harira maken. Oh, lekker, Marokkaanse man. Soep. Waar is harira voor jou aangelinkt? Ik heb zeg maar een moeder, een hele lieve moeder, die kan wel koken, maar zij is een van de jongere zusjes die naar school gingen. En die oudere zussen die waren wel volop bezig met koken. En toen ik dat een keertje ging proberen bij mijn tante thuis, een van mijn oudste tantes, toen dacht ik echt van wauw, wat is dit? Dit wil ik elke dag. Heb je wel eens voor een vrouw gekookt? Ik heb nog nooit voor Kijk, een vrouw gekookt. Kijk, zie je, gekookt. Bam, ik ben de eerste. Ik ben de eerste vrouw. Let's do this. Let's go. Joes, wat zijn de ingrediënten? 5 tomaten, 1 ui, bladselderij, gember, limoen, curcuma, wat zout, zwarte peper, tomatenpuree, lams- of kalfsvlees, kommetje kikkererwten, vermicelli, linzen en bloem. Daar gaan we dan. Wacht, moet ik hem niet pellen of iets? Heb je überhaupt wel eens iets gekookt? Ze hebben verzekerd. Ik wel. Ik zie altijd die chefkoks die doen echt zo tjak, tjak, tjak. Als je tjak, tjak, tjak wil doen, dan moet je inderdaad... Zo, toch? Ja. Juist. Kijk, kijk. Ja, man. Die kok in me begint een beetje naar... Echt? Nee, toch? Nee, niet echt. En blijf gewoon even zo hangen. Ik heb nog nooit gekookt in mijn leven. Tomaatje, ook de eerste keer dat je tomaat gaat snijden. Daarvan moet je niet huilen, toch? Dus ja, ik zou het ook zo gedaan hebben. Ik heb oude filmpjes van jou. Ja. Nou, sowieso ben je natuurlijk wat ouder geworden. Ja. Maar er zijn ook wat kilootjes bij gekomen. Ja, klopt. Hoe komt dat? In die tijd trainde ik ook heel veel. Ik was echt gewoon verslaafd aan trainen. Gewoon. Echt 5 keer in de week minimaal. Maar op een gegeven moment kwam eerlijk gezegd dat filmpjes maken. Dat deed ik voornamelijk in mijn kamer. En dan zit je in de avond niet te trainen, maar dan zit je te editen. En ik ben ook vanaf dat moment, denk ik 2 jaar geleden tot nu, ben ik ongeveer 20 kilo bijgekomen in 2 jaar tijd. Ik zie wel vaak reacties gewoon van mensen die zeggen van, yo, vroeger was je echt skinny, man. Toen zag je er beter uit. Nu ben je dik en harig. Oh. Ja, dat knuffel? Heb je wel. Ja. Ja? Ja, ja. Oh. Ik zou je niet helemaal knuffelen. Nee, vieze alsjeblieft handen. Niet. Nee. Wat is je toekomstperspectief? Een ambitie wat ik nog wel heb, dat is om wel echt een theatershow te maken. Wat lijkt je er leuk aan? Ik wil gewoon dat als ze een avondje denken van we gaan even naar die YouTube-gast toe, dat ze echt met een glimlach naar huis gaan, weet je. Wat is dit? Wacht, laat me ze kleiner maken. Laat me denken van... Weet je van, wat we doen? Wat gaan we doen? Ik ga het voor je verder snijden. Kijk, dan, daar wacht ik op. Toch? Dan kun jij je handen wassen en dan gaan we het volgende doen. De pan aanzetten, olijfolie... Erin stoppen. Erin stoppen. Dan gaan we het maken. Het vlees kan erin, man. Alles? Alles. Hoha! Zo. Zo. Ja, het is ja, wat moeten we nog meer doen? Moeten we nog meer dingen doen? Zeker. Je moet nog meer dingen doen. Wat dan? Ja, check dat blaadje. Wat? Er staat water. Wat? Water nee, en olie gaat toch niet samen? Nee, zijn? Klopt. Maar wacht even. We moeten kruiden. Oh my god. Het brandt aan die vis. My god. Dit is jouw gerecht. Wat staat er op dat stappenplan? Volgens mij moeten we kruiden en dingen erbij toevoegen. Sowieso uien. Ja. Dan gaan we alles erin gooien? Ja. Ja? Gooi maar. Oké. Okay. Dat is uien. Ja. Tomaten. Alles.
Waarom hebben we al die tomaten gesneden dan? Hé, hey, als jij dat wilt, joh. Dan maken we de tomatensoep van. Geen probleem. Dit erbij. Zo, kijk eens. Kijk eens. Kom eens kijken in de pan dan, jongen. Ja, dit is lekker toch? Okay. Er moeten kruiden bij, Mattie. Even kijken. Nou, dan doen we een beetje van dit. Paprika poeder. Er kan echt nog wel meer bij. Ja? Ja, man. Hoeveel? Nog meer. Nog meer? Okay. Oei, joh. Even het. Niet, oké, niks bang. Oké, ik roer wel. Doe jij alles erbij. Kom. En gaan dan we door. Dit is wel komijn, toch? Nee, ook niet. Oh, dit is peper, sorry. Zwarte peper. Ik heb dit ook voor je gehaald. Misschien vind je dit leuk. Oh ja. Ja, toch? Dit is leuk. Doet u maar zwarte peper. Oh, wacht, waar komt het? Oh, hier. Juist. Ja. Ja? Ja. Spicy. En dan hebben we ook nog kurkuma wat erin moet. Zo. Doe maar een beetje meer. En weet je ook wanneer de kikkererwt en zo erin moeten? Volgens mij wanneer we het, bij het water hebben gegooid. Dat is jouw soep. Ja. Je blijft het zeggen. Ik blijf het zeggen, want ondertussen heb ik al zoveel gezegd. En nu? Water? Daar gaan we. Je lijkt wel heel ver weg staan. Juist, ja. Stoppen? Stop, stop. Ik voel gelijk dat het waterig is. Hebben we nog bloem? Wil je bloem erbij? Nee, ik weet niet. Misschien moet ik het... Misschien moeten we het even tijd geven. Ik ga dat niet aanraken, man. Ik vind... Wat? Ja, dat bedoel ik. Hij moet denk ik eerst even afkoelen. Oh, go ahead. Okay. Kijk, zo even water zo. Kijk, zie je? Die tsch is gelijk weg. Die is gelijk tsch. Ja, maar als ik dit doe... Ja, maar dan komt er soep uit. Oh, oké, dat is het. Zo. Ik wil uit de buurt. Heb je in de gaten? Ik weet niet waar ik moet staan, man. Kijk uit, kijk uit. Kom. Hey, wacht, ik ga achter je. Is beter. Oh, zie je? Kijk, kijk eens. Oh. Ah. Het ruikt wel goed. Ik ben heel benieuwd naar hoe het proeft. Juist. Maar het moet wel denk ik wat zout bij. Zo, heel veel zout. Zo. We hebben één... Komt goed. Eén volle pan. Smaakloze soep. Oh shit. Dit is hilarisch. Wacht, ik ga ook peper erbij doen. Ja? Meshim zien Harira. Meshim zien. We gaan gewoon... Maar moeten we niet alvast die dingen en zo ook erbij voegen? Oh ja, want we hebben nog kikkererwt en zo. Zo, dat is erin. Wacht even, ik mis iets qua magieblokje. Zal ik gewoon een magieblokje erin doen? Gooi. Ik doe een magieblokje erin. Gooi het. Dit heeft zo erg smaak nodig, maar dat proefde jij toch ook wel? Ik proefde het ook, ja. Het is gewoon thee. Droge thee, gewoon vergeten de suiker in te gooien. Rode thee. Welk liedje past hierbij, bij deze drama? There comes a time when we need a certain call. When the world must come together as one. The soup is dying. Oh, it's dying. Zullen we even proeven? Het smaakt veel beter. Veel beter. Veel beter. Maar we zijn er nog niet. Gaan we het nog een keer proeven of wat? Nee, doen we het gewoon. Wel. Ja? Ja. Oké, cool. Dan wel echt die chique borden. Die chique borden gewoon. Nee, die chique. 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 Juist. Chique borden. Juist. Kijk eens. Schenk ook, ik wil ook wel een beetje vlees. Of... Oh ja, dat klopt. Dat zit helemaal onderop. Dat vergeet ik altijd. Kijk, juist. Zo. Zo. Okay, wacht, deze bij jou. Een beetje zo. Neem jij de borden? Ik neem de borden. Ik heb een snijplank. Let's go. Doe maar eerst. Ja. Kijk. Oh, ik ben echt benieuwd. Dit is het, ja. Heb je ook een stukje vlees? Ja. Doe met brood, doe met brood. Ja? Oh, maar dit is wel goed hoor. Wij hebben een next level Harira, Marokko, meets Curaçao. Ja. Als iets niet gaat, pak magieblokjes. Dat is het gewoon. Magieblokjes. Hoeveel hebben we erin gedaan? Echt iets van vier van de kleine blokjes. En ik heb er ook twee in gedaan. In totaal 6 magieblokjes. Klaar gewoon. Ja, dat smaakt goed. En het smaakt goed. Ja. Volgende week hoop ik dat ik niet hoef te koken. Ik vond het wel leuk hoor. Ja, toch? Maar ik wil gewoon dat iemand voor me kookt en iets minder magieblokjes.